Welkom vanmiddag bij de meest gestelde vragen. Wij gaan vanmiddag een presentatie voor jullie houden van de meest gestelde vragen aan de helpdesk. Mijn naam is Jolande van der Wetering, jurist bij VVE Belang. U heeft mij wellicht al regelmatig gesproken aan de helpdesk en misschien al wel eens een schriftelijk advies van mij gehad. Naast mij staat mijn collega en die zal zichzelf even voorstellen. Goedemiddag, mijn naam is Merel Wesseling. Ik ben ook jurist bij VVE Belang en u zult mij wellicht ook wel een keertje aan de helpdesk hebben gesproken. Of ook een schriftelijk advies van mij hebben ontvangen of wellicht dat ik u heb bijgestaan in een procedure. Wij gaan dus wat vertellen over de vragen die wij het meeste krijgen aan de helpdesk of waar de meeste onduidelijkheid over bestaat. Allereerst gaan we even iets uitleggen over het appartementsrecht in het algemeen. Ja, we hebben een aantal onderwerpen deze middag voor u uitgezocht. En inderdaad, we haken inderdaad eerst in op wat is een appartementsrecht nu eigenlijk? Een appartementsrecht is een exclusief gebruiksrecht van een privégedeelte. Je hebt daarbij het recht op medegebruik. Je bent mede-eigenaar van een gebouw en je bent automatisch lid van de VVE. Daarnaast betaal je natuurlijk iedere maand je periodieke bijdrage. In de splitsingsakte is het juridische fundament van de VVE en daarin wordt vaak ook een verwijzing gemaakt naar het modelreglement. In dat document staan nadere regels, spelregels van de VVE, waar de Vereniging van Eigenaren en alle eigenaren zich aan moeten houden. En er zijn een vijftal modelreglementen. Ja, dat zijn inderdaad inmiddels zelfs zes, want we hebben de kleine VVE's recent. We gaan het vandaag hebben onder andere over gemeenschappelijke delen en zaken. Daarvoor krijgen wij heel veel vragen aan de helpdesk van moet ik het betalen, moet de VVE het betalen of ja, vanuit het bestuur moet de VVE het betalen. In dit geval, welke kosten zijn dus voor de VVE en wie zorgt er voor het onderhoud van het gebouw? In het splitsingsreglement staat opgenomen wat onder meer wordt gerekend tot de gemeenschappelijke delen en zaken. Over deze gemeenschappelijke delen en zaken wordt het beheer gevoerd door de VVE. En het is dus afhankelijk van het modelreglement per VVE tot de gemeenschappelijke delen en zaken wordt gerekend. Ja, er zitten inderdaad onderling verschillen tussen. Dus je moet altijd goed kijken naar de eigen splitsingsakte en naar het van toepassing verklaarde modelreglement. En mocht u er niet uitkomen, aarzel niet en bel de helpdesk. Ja, en allereerst gaan wij het over een veelgestelde vraag hebben, het hang- en sluitwerk. Aan onze helpdesk krijgen wij regelmatig de vraag, is nou dat slot in de buitengevel van mijn raam, is dat nou gemeenschappelijk, ja of nee? Moet de VVE dit betalen of moet ik dit zelf betalen? Ja, en uiteraard zitten daar verschillen in per modelreglement. Nou, daar gaan we daar even kort over hebben. In het modelreglement 1973 staat in artikel 2 dat tot de gemeenschappelijke delen en zaken behoort de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen. En in artikel 10 staat dan vervolgens wat behoort tot het privégedeelte. Wat tot het individueel onderhoud behoort. Ja, tot het individueel onderhoud behoort. De reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk aan ramen. Ook welke die in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen de gemeenschappelijke delen en zaken. Check dus altijd even goed wat er in je splitsingsreglement staat en of deze verwijzing naar het modelreglement er staat. Bij modelreglement 73 is dus eigenlijk het hang- en sluitwerk altijd voor rekening van de eigenaar. Bij modelreglement 83 en 92 wordt er een onderscheid gemaakt tussen welke deuren en ramen tot de gemeenschappelijke delen en zaken behoren. De binnendeuren en ramen die behoren niet tot de gemeenschappelijke delen en zaken. Met betrekking tot modelreglement 83 geeft artikel 9 aan wat tot de gemeenschappelijke delen en zaken behoort. En daar staat de buitengevel, waaronder de raamkozijnen, opgemerkt als zijnde gemeenschappelijk. En artikel 17 ziet dan weer op het individueel onderhoud. En dat vermeldt deuren en ramen, waaronder de reparatie van hang- en sluitwerk. Ook als dat
de deuren zijn als bedoeld in artikel 9, waar ik net naar verwees. Ja, dan verder gaan met modelreglement 1992. In modelreglement 1992 staat in artikel 9... gemeenschappelijk is het hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten. Artikel 18 geeft daarin aan dat tot het individueel uit te voeren onderhoud behoort aan deuren en ramen, waaronder begrepen reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk. En vooral modelreglement 92 geeft veel onduidelijkheid. En daar komen ook erg veel vragen over binnen op de helpdesk. In de jurisprudentie en de literatuur zijn echter inmiddels een aantal gezichtspunten bepaald. Een aantal overwegingen. De eerste overweging is dat artikel 18, waarin die ziet op het individueel onderhoud als onderwerp heeft de onderhoudsplicht ten aanzien van de privégedeelte. En de tweede overweging is dat er geen verwijzing meer is naar deuren of ramen in de buitengevel of afscheiding tussen privégedeelte en gemeenschappelijke gedeelte. En daarom mag je ervan uitgaan dat die deuren en ramen tot de gemeenschappelijke delen en zaken worden gerekend. En dan tot slot de derde overweging. Het hang- en sluitwerk aan de buitengevel wordt als zodanig benoemd in artikel 9. En een half hang- en sluitwerk, dus aan de buitenzijde wel, de binnenzijde niet. Dat is niet praktisch en eigenlijk onwerkbaar. Die drie overwegingen samenvattend komt het erop neer dat het hang- en sluitwerk aan de deuren en ramen in de buitengevel, of die de scheiding vormen tussen privé- en gemeenschappelijke delen, tot de gemeenschappelijke delen en zaken wordt gerekend bij modelreglement 92. De kosten daarvan zijn dan ook voor de gezamenlijke eigenaren. Dan vervolgens komen we bij modelreglement 2006. Daar is in artikel 17 bepaald wat tot de gemeenschappelijke delen en zaken behoort. En daar staat vermeld het hang- en sluitwerk, kozijnen en deuren in de buitengevel en de scheiding tussen privé- en gemeenschappelijke gedeelten. Artikel 28 lid 1 ziet dan weer op het individuele onderhoud. En tot de individuele onderhoudsplicht behoort het onderhoud aan inpandige ramen en deuren. Dus niet de deuren en ramen in de buitengevel. Ja, dit sluit eigenlijk aan bij modelreglement 1992. En dit is dan eigenlijk uit voortgekomen. Ja, en iets duidelijker inmiddels. En dan tot slot is er nog modelreglement 2017... Daar is bepaald in artikel 11 lid 1 sub D wat tot de gemeenschappelijke delen en zaken behoort. Dit is het hang- en sluitwerk aan raam plus deurkozijnen, inclusief ramen en deuren in de buitengevel en de scheiding tussen gemeenschappelijke en privégedeelte. En artikel 12 sub 2 onder C ziet op het individueel onderhoud. Tot het individueel onderhoud behoort de inpandige ramen en deuren. Dus inpandig hang- en sluitwerk. Nou, dit maakt de cirkel rond. Ja, tot zover het hang- en sluitwerk. Vond je dit nou onduidelijk? Maak je geen zorgen, dan kun je het straks even allemaal rustig nalezen. Laten we naar het volgende onderwerp gaan, Merel. We gaan het nu even hebben over een ander veelgestelde vraag over gemeenschappelijke delen en zaken. En dat is leidingen. Ja, daar komen heel veel vragen over. Ja, en natuurlijk, iedereen is bekend. Wat gebeurt er nou als er weer eens een keer een lekkage is in het pand? En dan komt zo'n vraag eigenlijk altijd bij ons oppoppen, bovendrijven. En daarom vandaar dat we hem vandaag ook behandelen. Het onderhoud aan leidingen in het privégedeelte. Zijn die nou voor rekening van de VVE of de eigenaar? Als je kijkt naar artikel 2 van modelreglement 1973 en artikel 9 van modelreglement 1983, dan zeggen die eigenlijk allebei hetzelfde ongeveer. Leidingen behoren tot de gemeenschappelijke delen en zaken. Onderhoud en vervanging komt voor rekening van de VVE. Ja, daar bestaat verder geen onduidelijkheid over. Nee. Maar dan komt weer modelreglement 1992... Ook een veel voorkomend modelreglement, vandaar dat er natuurlijk ook heel veel vragen over zijn. Want zowel modelreglement
92 als 2006, die gebruiken als scheidslijn of iets wel of niet gemeenschappelijk is, voor zover de bepaling voor zover uitsluitend dienstbaar aan een privégedeelte. Nou, hier kan heel erg veel onduidelijkheid door ontstaan. In de jurisprudentie zijn wederom enkele gezichtspunten gedestilleerd. Zo heeft de rechtbank Den Haag op 11 juli 2012 een uitspraak gedaan. En daarin heeft zij vastgesteld dat in ieder geval niet privé is leidingwerk wat niet bereikbaar is zonder hak- en breekwerk. Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 24 mei 2011 heeft eigenlijk dezelfde conclusie. Deze uitspraak ziet ook op het begrip installatie. Er wordt eigenlijk gezegd, afvoerleiding is niet ten dienste van één privégedeelte, omdat het een deel uitmaakt van een stelsel van leidingen binnen een complex, een afvoerinstallatie. En alleen daarom is het al aan te merken als gemeenschappelijk. Daarbij sloot dat ook aan op de feitelijke situatie, want dat leidingwerk lag ook in de betonvloer en is voor een individueel eigenaar niet bereikbaar zonder hak- en breekwerk. Dus dat leidingwerk diende ook aangemerkt te worden als zijnde gemeenschappelijk, dus voor rekening van de gezamenlijke eigenaren. Er kan dus eigenlijk geconcludeerd worden dat indien er een cementdekvloer gehakt moet worden of in de gemeenschappelijke muur geborgen moet worden, dat om de leidingen te kunnen bereiken, dat het dan voor rekening van de VVE is. Ja, dan hebben we tot slot nog modelreglement 2017. Hierin is de dienstbaarheidsregeling komen te vervallen. Artikel 12 sub 2 onder G maakt melding van de leidingen. Dit sluit af met de leidingen zijn gemeenschappelijk. Als zij in de vloeren of wanden van het privégedeelte zitten en bereikbaar zijn zonder schade van betekenis toe te brengen. Nou, u kunt zich voorstellen dat dit niet gauw het geval zou zijn. Want als de leiding al in de cementdekvloer of in de betonvloer is meegegoten, dan is de leiding al niet bereikbaar zonder hak- en breekwerk. Dat brengt weer schade van betekenis met zich mee. Dus eigenlijk samenvattend, leidingwerk wat afvoerleidingen betreft, wat in de betonvloer zit, of je het nou hebt over modelreglement 73, 83, 92, 2006 of 2017. Ja, is het met hak- en breekwerk en ga je dus schade aanbrengen, betekent het dat het voor rekening is voor de VVE. Dat heeft natuurlijk de nodige consequenties. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een ander onderwerp wat regelmatig naar voren komt. Hot topic. Mag ik mijn hond meenemen? Ik heb een appartement gekocht. Mag ik mijn hond meenemen naar mijn nieuwe appartement? Nou, wat wij regelmatig tegenkomen is daarop vragen, mag ik daarover iets opnemen in ons huishoudelijk reglement? Dus kunnen we daarover een verbod opnemen op huisdieren? Ja, wij zien ook veel dat dit gebeurt, want wij screenen natuurlijk ook veel huishoudelijk reglementen voor de diverse VVE's. En dan zien we toch vaak dat er een dergelijke bepaling is opgenomen. Klopt. Terwijl inmiddels ligt er een uitspraak van het Hof Den Bosch. Ja, die eigenlijk aangeeft dat een verbod op huisdieren, dat inderdaad niet mogelijk is. Heb je nu twijfels over wat de inhoud is van je huishoudelijk reglement? Neem dan even contact met ons op, dan kunnen wij het altijd even voor u toetsen. Ja, en het Hof Den Bosch, wat de overweging daarbij, waarom dat geen plaats dient in een huishoudelijk reglement, is dat een verbod op honden of katten niet meer gezien kan worden als een regel van orde, maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheden van een privégedeelte. En dat zou je zoiets op willen nemen, dan zou daar een basis voor moeten zijn in de splitsingsakte. En dan misschien nog wel bijna het heetste topic, zou ik bijna zeggen, van vandaag. Verhuur. Ja. Iets wat heel veel voorkomt in de media, wat vooral speelt ook in de grotere steden, is van een investeerder meldt zich voor de aankoop van een appartement. Kan ik daar iets aan doen? Kunnen we een verbod op verhuur instellen? Kunnen we die investeerder tegenhouden?
Dat zijn vragen die ons dagelijks bezighouden aan de helpdesk. Nou, algeheel verbod op verhuur is niet mogelijk. Uit het splitsingsreglement kunnen uiteraard wel beperkingen voortvloeien voor bepaalde vormen van verhuur. Deze zullen wij even nader toelichten van ja, want wat is nou een algeheel verbod op verhuur en wat niet? En wat kan wel en wat kan niet? Ja, we zien ook dat veel VVE's een regeling opnemen in het huishoudelijk reglement. Ja, kan dat altijd? Nee, ook niet altijd. Het kan bijvoorbeeld wel als in de splitsingsakte de annex 1 van toepassing is verklaard. De annex 1 is eigenlijk een variant op het modelreglement en geeft aan dat of het bestuur of de algemene ledenvergadering die moet toestemming geven voordat een huurder gebruik kan maken van een privégedeelte. Het is wel zo dat het alleen maar geweigerd kan worden als naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet kan worden verwacht dat zij de huurder in hun midden opnemen. En daar mag dus eigenlijk niet te licht over worden gedacht. Nee, ook als je kijkt naar de jurisprudentie die daarover is. Is dat vrij zelden het geval? Is dat vrij zelden het geval dat je daarop een eigenaar of gebruiker mag weigeren? Ja. Kan bijvoorbeeld voorkomen bij service flats, senioren flats. Ja, met een hele specifieke bestemming inderdaad. Ja. Over bestemmingen gesproken, de akte van splitsing kan natuurlijk ook een verbodsbepaling hebben of een gebruik wat in strijd is met de bestemming. En daar gaan we nu verder op in van wat zijn nou die verbodsbepalingen of wanneer is een vorm van verhuur nu in strijd met de bestemming? Ja, dan kunnen de beperkingen voortvloeien voor bepaalde vormen van verhuur uit de splitsingsakte. Een van die beperkingen kan zijn voor kamergewijze verhuur. Als een woning wordt verhuurd, als kamers in een woning worden verhuurd aan bijvoorbeeld studenten of seizoensarbeiders, dan gebruiken die hun kamer in principe als woning. In principe is die wijze van verhuur dus ook toegestaan. Maar het kan anders zijn als er een bepaalde bepaling is opgenomen in de splitsingsakte die daar een beperking voor bevat. En uit de jurisprudentie zijn diverse voorbeelden af te leiden van ja, bepalingen uit splitsingsaktes die een dergelijke beperking inhouden. Zo is er een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 2014. En die heeft aangegeven dat kamerverhuur verboden is bij de bestemming woningen voor de tot gebruik gerechtigden met hun gezin of de bij hun inwonenden. De woning mag slechts in haar geheel verhuurd worden aan de tot gebruik gerechtigden, indien de tot gebruik gerechtigde er zelf met zijn gezin of met hem bijwonende woont. Eigenlijk is de conclusie, wil je kamergewijze verhuur verbieden, kan dat niet in het huishoudelijk reglement, moet dat altijd worden opgenomen in de akte van splitsing zelf. Ja, het kan ook wel zijn dat uw akte een dergelijke bepaling al bevat, maar dat zou dus even nagekeken moeten worden. Ja, soms staat het er heel beknopt in of staat het er niet altijd even duidelijk geschreven en zou je er vrij eenvoudig overheen lezen. Neem dan contact op met de helpdesk, dan kunnen wij altijd even uw akte controleren. Dan gaan we het nog even hebben over commercieel gebruik. Ja. Want commercieel gebruik kan in strijd zijn met de woonbestemming die in de akte staat omschreven. Ja, ja. Merel. Bijvoorbeeld als men een appartement voor korte tijd in gebruik stelt aan derden, dan kan dat in strijd zijn met de bestemming wonen. Er is een uitspraak van het Hof Amsterdam van 10 september 2013. En die zag eigenlijk op short stay en B&B activiteiten. En daar heeft het Hof besloten dat het tegen betaling in gebruik geven voor een korte periode bedrijfsmatige exploitatie is en dus in strijd is met de woonbestemming en dus niet is toegestaan. En dan was er ook nog een voorbeeld van verhuur aan een zorginstelling. Ja, dit kan natuurlijk allerlei problemen met zich meegeven. En dit is natuurlijk geen standaard normale vorm van verhuur. Merel zal ook even uitleggen waarom.
Ja, bij die rechtspraak over die verhuur aan een zorginstelling, wilde die zorginstelling daar haar cliënten huisvesten. Haar cliënten met betrekking tot zorg voor die in verband met hun licht verstandelijke handicap. Er was sprake van een groot eigenaar, Wooninvest, en die verhuurde aan de zorginstelling, zoals ik al zei, met cliënten met een licht verstandelijke handicap. De rechter heeft daarvan gezegd, dergelijk gebruik is in strijd met de bestemming wonen. Maar de vergadering kan ook toestemming geven voor afwijkend gebruik. Ja, dat was in deze ook gebeurd, want ja, de grooteigenaar die had een meerderheidsstem in de vergadering en die had toestemming gegeven tot afwijkend gebruik. Nou, een aantal eigenaren die verzochten de rechtbank om vernietiging van dat besluit. En de rechtbank ging daarin mee. Die heeft het besluit uiteindelijk vernietigd. Die heeft daarvoor overwogen dat er sprake was van strijd met de redelijkheid en billijkheid. Omdat nou ja, die cliënten die zorg behoeven, nou, dat wordt uiteindelijk geboden door ja, wisselende begeleiders. Nou, die begeleiders die staan in een andere verhouding tot de overige bewoners van dat complex dan ja, mensen die daar daadwerkelijk ook wonen. De cliënten van de zorginstelling die staan ook in een andere verhouding tot de bewoners van dat complex. Want die huren immers ook niet zelf. Daarbij geven alle splitsingsreglementen aan dat bij verhuur er een gebruikersverklaring moet worden aangeleverd. Nou, de grooteigenaar die had in ieder geval geen intentie om die gebruikersverklaring aan te leveren aan de daadwerkelijke gebruikers, de huurders, om die te laten tekenen. Daarbij was het ook nog maar de vraag dat als zij dat wel deden, in hoeverre die cliënten met die verstandelijke handicap in staat waren om een dergelijke verklaring te ondertekenen. Kortom, bij deze heeft de rechter besloten dat dat besluit niet in stand kon blijven en vernietigd moest worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Waardoor er dus sprake was van strijd met de bestemming, wonen. Ja. Nou, dit was het einde alweer van een aantal van de onderwerpen die wij aan de helpdesk vaak krijgen. Uiteraard kunnen wij niet alle onderwerpen vandaag wel voor jullie behandelen. Ik kan me voorstellen dat jullie nog veel meer vragen hebben. Kijk even op onze website, daar vindt u de meest gestelde vragen ook terug. Op de site www.vvebelang.nl. Kijk anders ook even op ons YouTube-kanaal. We hebben vrij recent een YouTube-kanaal, daarop kun je je abonneren. Daar komen regelmatig allerlei leuke filmpjes en podcasts voorbij. Vergeet ons daar dus niet te volgen en volg ons ook op Facebook en Twitter. We hebben ook nog een nieuwsbrief, daar kun je je gratis voor aanmelden. Wellicht ziet u hier zo meteen nog het een en ander van voorbij komen. Verder wens ik jullie een hele fijne dag. Een hele fijne middag gewenst. Oké, dag.